Glitter op mijn poes. Glitter op mijn poes. Huts mijn niveau. Vriendinnen! Ik sta op het punt om mijn leven voor eeuwig te veranderen. Ik zeg het al jaren, ik zeg het al dagen, ik zeg het al nachten, ik zeg het al heel erg lang. Ik wil net nagels. Ik wil in mijn bed kunnen liggen, zien dat er chocola op mijn tafel ligt. En met mijn nagels gewoon vanaf mijn bed de chocola kunnen pakken. Dat is gewoon een doel waarvoor ik leef en wat ik heel graag wil. Ik sta op het punt om naar de winkel te gaan. En alright, ik ga het huis uit. Shocking. Maar. En dan ga ik voor het eerst nepnagels kopen die ik zelf op kan plakken. Ik wil acryl gaan laten zetten, maar dat ga ik laten doen samen met Emma ergens bij iemand. En dat is gewoon, weet je, dat is gewoon even een ander momentje. Maar dit wordt mijn stap 1. Dit wordt mijn test. Ik ga kijken of het me lukt om een paar dagen met van die teringnagels te leven. Ik ga ze vandaag kopen. Morgen ga ik ze zetten. Ben ik van de rel? Ja. Gaat dit wat worden? Waarschijnlijk niet. Ga ik doorzetten? Absoluut. Want wat ben ik? Iemand die niet weet wanneer ze moet stoppen. Even tussendoor, dit is geen sponsorship. Voordat ik wegga, ik wil nog één ding zeggen. Ik ben echt zo bang dat ze alleen maar van die tering lelijke nagels hebben. En ik heb natuurlijk een soort halve mannenduimen. Klokt. Ik vraag me af of ze zeg maar nagels hebben die daar überhaupt op passen. Of ik dat ik gewoon zeg maar twee nagels naast elkaar moet gaan zetten. Ik ga nu gewoon weg, want... Nou, Little Miss Rimmies. Ik vind het echt eng, want ik moest meteen buiten gaan vloggen. En ik moest ook gaan vloggen op een plek waar ik ooit heb gewerkt. Waar ze me niet specifiek heel erg mogen. Komt het door een groot gedeelte door mij? Ja, komt het ook een groot gedeelte door hun? Ik ga er maar even niet op in. Let's go! Ik heb dus zeg maar niet gefilmd binnen, want ik was echt heel scared. En ik dacht ook... Dat is misschien wel netjes voor de privacy voor iedereen, hè. Ik ben terug. Dit is de volgende dag. Kijk, we gaan nu deze. Schrik niet veel om te overen. Ik heb zwarte nagels gehaald met zeg maar deze voor op je ringvinger van die glitterdingen. Maar ik was van de rel, want ik zag het en ik dacht van... Dit past nooit op mijn vingers. Dus toen wou ik eigenlijk al gewoon een beetje dood. Maar gelukkig deed ik hem open. En heb je nog veel meer maten. Je hebt dus in totaal 30 nagels hierin. Dus je zou 3 keer hiermee moeten doen. Tenzij je een hand kwijt bent. Dan kan je er 6 keer mee doen. Ik kan er niet 3 keer mee doen. Want die kleinste zou ik zeg maar 2 per nagel moeten doen. Als ik die wil gebruiken. Maar ja. Ik word zo meteen een goedkope ho en daar heb ik echt zin in. Dat is echt mijn aesthetic. Hier staat step 1. Nagels kunnen naad aanbrengen tot de gewenste lengte en vorm worden geveld. Ik ben van de rel, het is multifunctioneel. Vormbaar plastic, just like my face. Ik ga nu even uitzoeken welke nagels bij mijn vingers passen. Laten we beginnen aan mijn transformatie. Dit voelt echt als een Winx Club transformatie. Er is hier een vreemde negatieve energie. Daar gaan we. Ik ben van de rel. Oh. Oké, er zit een plasticje er vanaf. Wow. Ik heb een nagel op. Oh, ik ben er nu al verliefd op. En ik heb nog alleen maar eentje op. Oh. Oh, ik ga zo extra worden, jongens. Dit is echt het begin van mijn downfall. Het is zo gek dat je het er gewoon op kan drukken. Ik zit echt van, hallo. 3 teringuren later. Update. Ik kan niet meer tikken. Ik kan niet meer dingen oppakken. Ik kan niks meer openmaken. Ik kon nauwelijks die laatste nagel op mijn vinger plakken. Dat was echt bizar. Ik kan niks meer. Ook haat het ook. En elke keer als je zeg maar, als je ergens zo langs komt, dan trek je het aan je hele nagel. Het is zo weird. Het voelt zo raar. Hi. Ik weet dat we nu op een andere plek zitten. Het is ook een paar dagen later, want toen ik mijn nagels had gezet laatst, kwam Emma daarna langs. En toen heb ik alles gelijk afgetrokken, omdat ik niet alles wou meemaken met nagels zonder jullie erbij. Dus heb ik ze opnieuw gezet en heb ik de lelijke zilveren nagel erbij. De look is cheap, maar passie bij me. Absoluut. Ik ga eerst proberen te typen. En het lijkt me leuk. Kijk, dit is echt mijn gesprek met Emma. Ik weet niet of je het kan lezen überhaupt. En dan ga ik nu wat naar haar typen. En kijken hoe ze reageert. Waarschijnlijk reageert ze niet. Het is namelijk 10:50. En dat kring is nog lang niet uit bed. Maar verder. Emma, comma, jij vuile transfoob. Hartjes emoji. Ik wil ook niet huilen. Dat is zo 2016. Nou jongens, shady zijn kan dus nog. En die spillen ook. Dan ga ik nu ook iets spellen. Dit lijkt me ook 3 keer kut. Ik denk dat ik maar met mijn nagel erin ga douwen. Oh, mijn nagel gaat bijna los. Iconic. Lekker cheap. Eigenlijk doe ik alles met de zijkant van mijn duim. Dus mijn nagels zijn gewoon irrelevant geworden ondertussen. Geef me
realiteit.